Heb je nu ook altijd last dat je wielen snel snappen of er zo uitzien na een aantal sessies? Ik laat je in deze video precies zien hoe dit komt en hoe je dit kan voorkomen. Dus, je hebt eindelijk genoeg geld om nieuwe wielen te kopen, want je oude wielen zijn versleten. Je gaat naar Spraydesign, zoekt je nieuwe wielen uit en bestelt ze. Een aantal dagen later ontvang je nieuwe wielen. Je doet de doos open en je ziet je geweldige nieuwe wielen erin liggen. Je pakt je inbus en gaat meteen aan de slag om de wielen op je step te zetten. Je bent zo enthousiast dat je meteen je beste tricks wilt oefenen, maar dan gaat het fout. Je doet bijvoorbeeld een braille flip en landt meteen super sketchy zonder je wielen te hebben ingereden. En dit is het probleem waardoor de meeste wielen bijna altijd snappen. Maar hoe komt dit nu? Jullie weten allemaal, een wiel is gemaakt uit aluminium, metaal, maakt niet uit, met een rubberen rand. PU wordt het ook wel genoemd. Doordat je je wielen niet hebt ingereden, is het rubber niet gesmolten op het wiel, waardoor je wiel dus veel sneller kan snappen. Dat is gebeurd bij dit wiel. Zoals je ziet is de PU niet goed gehecht aan het metaal. Hierdoor snappen je wielen dus veel sneller. En doordat je je wielen niet inrijdt en je meteen heel erg op je zijkant landt, krijgt het wiel dus best wel grote klappen. En door die klappen gaat jouw wiel dus wringen en breken, omdat het nog niet vastgesmolten is aan het metaal. Maar Kevin, hoe kan je dit nu precies oplossen en voorkomen dat je wielen veel minder snel snappen of zelfs niet snappen? Wat bij mij heel erg werkt, ik zorg ervoor als ik nieuwe wielen heb, dat ik meteen naar het skatepark ga en de wielen gewoon een uurtje zonder tricks gewoon over het skatepark rijd, zodat de wielen warm worden en het rubber eigenlijk op het metaal kan smelten. Zeg maar na ongeveer een uurtje heb je dit genoeg gedaan, is het wiel normaal goed gaan zetten en kan je wel meer moeilijkere tricks gaan doen. Let nog wel een beetje op, want je wielen moeten nog gaan zetten. Maar je kan nu wel gewoon je tricks gaan doen. Maar wat is nu de conclusie, Kevin? Ten eerste, je wielen gaan veel langer mee. Ten tweede, je bespaart superveel geld uit. Ten derde, je vrienden gaan je sowieso vragen hoe je dit doet of hoe het komt dat jij nooit meer je wielen snapt. Vierde, je gaat automatisch ook een stukje cleaner rijden. Omdat je in je hoofd hebt dat je je wielen een beetje moet inrijden, moet sparen en zorgen dat je cleaner rijdt. Dit helpt natuurlijk ook als je wilt dat je wielen iets minder snel snappen. Vijfde en laatste conclusie is dat je mij geen mails meer hoeft te sturen voor garantie. Scheelt mij tijd, scheelt jouw tijd, scheelt ons allebei tijd en je kan veel langer doen met je wielen. Ten laatste wil ik jullie nog snel een tip meegeven. Als je je wielen na 1-2 maandjes hebt gereden, draai ze een keer om. Zet het voorwiel van achter, zet het achterwiel van voor. Zo ga je ook zorgen dat je wielen veel langer meegaan, omdat het voorste wiel al veel beter ingereden is. Al met al een super handige en makkelijke oplossing om ervoor te zorgen dat je wielen veel minder snel snappen. Heb je nu toevallig nieuwe wielen nodig? Ga naar spraydesign.be of stuur mij een berichtje en ik help jou graag verder. Ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Ik zou graag willen weten hoeveel wielen jullie al gesnapt hebben, dus laat dat even weten in de comments. En hoogstwaarschijnlijk reageer ik er ook eventjes op. Vergeet ook zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren op ons kanaal en het belletje aan te zetten, zodat je nooit meer een video mist. En dit is natuurlijk allemaal gratis. Ik zie jullie snel weer op het skatepark.